Ja, jullie laten hier allerlei mooie robots zien. Ik zie wat rondrijden, maar ja. Wat is het nou precies? Nou, wij zijn team Rembrandt en we zijn komen van een studie mechatronica uit Fontys. En we zijn een 50-tal studenten die iedere woensdagavond samenkomen om samen dingen te ontwerpen. Ja, jullie staan hier met een oranje geval. Wat is dat precies? Dit oranje geval, ja, dat is onze polo voor team Rembrandt. En we hebben heel veel contact ook met bedrijven. En we staan hier vooral om andere bedrijven te laten zien waar wij voor staan en wat wij andere bedrijven kunnen bieden. En vindt u het ook zo erg? Erg? Hoe bedoel je erg? Nou, dat ze onze banen gaan inpikken. Oh, dat is niet erg hoor. Nee? De techniek gaat toch vooruit, dus het moet allemaal vooruit gaan. Ja? Ja, dat vind ik wel. Ik vind de techniek allemaal vooruit moet gaan, dus daar moet je gewoon mee meegaan. En wat komen jullie doen op die contacten? Want ik heb begrepen dat ja, netwerken is eigenlijk netwerken, hè? Toch? Het is inderdaad netwerken. Nou, er staan natuurlijk enorm veel bedrijven. En voor ons is het voornamelijk contact te leggen. Nou, dan onze Walgse opponent. Die gaat vertellen wat hij hier vandaag heeft aangetroffen. En of het misschien niet een beetje een saaie beurs is, gewoon zo met al die mensen. Het lijkt wel marktdag. Ik moet je zeggen dat ik het volstrekt niet saai vind. Ik vind het ontzettend leuk om een hoop mensen, zeg maar, eventjes te spreken. Je komt bekenden tegen. Je hebt even een kort praatje hoe het met ze is, hoe dingen lopen. En dat is een buitengewoon leuke beurs om weer eventjes die contacten aan te halen. En te zien of je iets voor elkaar kunt betekenen. Is dat jouw eerste contact dan? Wij waren hier vorig jaar ook. En? Wij doen het ook veel met Zeeuwen buiten Zeeland. En dit is voor een groot deel ook gericht op Zeeuwen in Zeeland. Dus wat dat betreft kan het elkaar aanvullen en versterken. En welk bedrijf heeft u? Flowerbox Nederland. En wij maken bedrijfslogo's in het groen met gestabiliseerd mos. Dat is lekker goedkoop als een dagje uit, hè, met gratis jus d'orange. Ja, klopt. Had u niet beter naar de huishoudbeurs kunnen gaan dan? Want volgens mij krijg je er veel meer. Denk het wel. Ja?